Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ga vandaag weer een dagje vloggen en deze week is mijn nieuwe schoolweek van start gegaan en ook gelijk mijn nieuwe blok, mijn laatste blok van dit schooljaar. Het zal gewoon heel erg raar zijn om een geheel blok vanuit huis te gaan doen. En vandaag heb ik geen lessen ingepland staan, maar ik moet wel een aantal dingetjes doen. Dus ik ga vandaag laten zien hoe ik mijn dag heb ingepland en wat ik precies aan school ga doen en hoe ik mezelf gemotiveerd hou tijdens deze periode. Dus mocht je benieuwd zijn naar de vlog van vandaag, kijk vooral verder en laten we maar zo met de dag beginnen. Dit is mijn outfit voor vandaag. Heel erg netjes voor als je niet naar buiten gaat. Maar ik vind het wel fijn om mezelf gewoon klaar te maken voor de dag. Een comfortabele, maar wel normale outfit aan te trekken. En gewoon make-up en haar te doen. Zo zie ik er niet elke dag uit hoor. Soms zie ik er echt uit als een zwerver. Maar vandaag is zo'n dag dat ik dacht van, hey, we gaan gewoon voor een leuke look. Ik heb dit pak bij de H&M een hele tijd geleden gekocht. Volgens mij vorig jaar ergens. En dit topje draag ik de laatste tijd heel vaak. Eerst wist ik niet waar het vandaan kwam. Hij komt dus van de Pull & Bear. En zoals elke dag heb ik mijn huidsloffen aan. Maar dit is mijn lookje. Voor ontbijt ga ik havermout maken. En dit heb ik al een hele tijd niet meer gegeten in de ochtend. Maar wat ik hiervoor gebruik is havermoutvlokken, sojamelk, kaneel, honing en een appel. En ik doe alles een beetje gevoelsmatig. En dit is dan mijn ontbijtcreatie. Ik heb nu niet zo super veel havermout. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Want het vult redelijk goed. En dan in combinatie met een appel. Het is zo verfrissend en zo lekker. Ik pak net een theezakje en daarop staat: wat motiveert het jou? Dit is echt creepy, want ik wil het in deze video over motivatie hebben. Mensen vragen vaak aan mij van hoe blijf je nou gemotiveerd voor school en helemaal tijdens deze bizarre periode dat we vanuit huis aan school moeten zitten. En iedereen heeft natuurlijk een andere schoolsituatie. Ik kan niet per se vertellen hoe jij het moet aanpakken. Maar ik kan wel delen hoe ik het aanpak. Ik volg een creatieve opleiding. Namelijk Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik heb in de afgelopen periode best wel twijfels gehad. Of ik nog wel wilde studeren en zo. Maar dat terzijde. Maar toen had ik ook best wel weinig motivatie voor school. Maar dat kwam ook voornamelijk omdat ik de vakken niet zo super leuk vond. Ik was het niet eens met de manier van lesgeven, met de toetsing. En dan demotiveert je dat. Heel stom gezegd ben ik heel erg blij dat we vanuit huis moeten werken. Ik ben wel een persoon die altijd naar colleges ging. En ik wil altijd aanwezig zijn en ik wilde alles tot me krijgen. Maar nu thuis kan ik alles op mijn gemakje doen. En ik merk dat voor mij dat dat heel erg fijn werkt. Sowieso is mindset een van de belangrijkste dingen die er is om gemotiveerd te blijven. Als jij een positieve mindset hebt, ben je sneller gedreven om iets te doen. Als je een negatieve mindset hebt, dan ben je gewoon niet in staat of heb je helemaal geen zin om iets te gaan doen. Ik denk dan bijvoorbeeld, waarom doe ik mijn opleiding? Ik heb een doel, ik wil mijn hbo-diploma halen, ik wil meer kennis opdoen, Ik wil het echt voor mezelf doen en niet voor anderen. Ik wil niet anderen gaan bewijzen. Ik wil gewoon mezelf ontwikkelen door middel van een opleiding. Naast dat is het ook belangrijk om het plezier van school erin te zien. School is niet leuk. Ik vind educatie heel erg belangrijk, maar school zelf, Bijvoorbeeld om het leren wat leuker te maken, maak ik gebruik van een heel leuk notitieboek. Dit is een collegeblok van de HEMA. En ik merk doordat ik leuke materialen heb die ik kan gebruiken, dat ik dan gelijk ook een stuk gemotiveerder raak. Gestructureerder werk. En ik vind het fijn om met kleurtjes te werken. Weet je, ieder heeft zo zijn eigen voorkeuren. Maar als ik aandachtig dingen ga opschrijven, merk ik ook dat ik veel gemotiveerder raak. En meer wil opschrijven. Wat ik ook van belang vind, is dat je een routine moet creëren. Helemaal in deze periode. Want je bent toch alleen maar thuis. Misschien hou je van uitslapen. Kap daarmee. Misschien alleen in het weekend. Maar gewoon ga gewoon 's ochtends op tijd je bed uit. Maak een planning die realistisch is. En niet dat je
vet veel op een dag gaat doen, weet je. Soms is het ook niet haalbaar. Plan gewoon een aantal uur voor school in. Natuurlijk pauzes en ook momenten voor andere dingen. Zorg dat je daar een balans in vindt. Anders raak je alleen maar gedemotiveerd. Dan ben je alleen maar bezig met school. Doe je geen leuke dingen. Dus wat ik vaak doe, ik wil in de ochtend een beetje aan school werken. En dan ga ik in de middag iets voor mezelf doen. Of ik doe in de ochtend iets voor mezelf en ga aan de middag aan school. Wat mij ook heel erg helpt is een fijne plek om te zijn. Ik hou ervan om in mijn kamer te zijn, aan mijn bureau te werken. Soms wissel ik van werkplek, dan zit ik even in de woonkamer. Zit ik op de bank, ook al is dat niet een hele actieve werkhouding. Maar het zit comfortabel, laten we eerlijk zijn. Maar zorg gewoon voor een actieve werkhouding. De kans dat je thuis door andere dingen wordt afgeleid is heel erg groot. Daarom vind ik het fijn om muziek te luisteren. En gewoon even een uur of twee uur lang te knallen. Dan twee uurtjes niks doen. Of twee uurtjes zeg maar compleet iets anders doen. En dan weer twee uurtjes knallen. Je moet niet 8 uur lang de hele dag door. Wat ik ook fijn vind om te doen is op deze manier mijn dag indelen. Ik heb natuurlijk mijn algemene to-do-lijst. Maar hier kan ik me sneller aan houden. Dus het is nu ochtend. Het is best wel laat op de ochtend namelijk. Bijna 11:15. Dat vind ik laat, want ja, ik was al om 7 uur wakker. In de middag heb ik meer tijd. En ik heb een aantal schoolgerelateerde dingen. Hier staan maar ook non-school dingen die ook gedaan moeten worden. En misschien schiet er nog wel een activiteit te binnen die ik vandaag ook nog kan doen. En dat zet ik er dan ook op. En in de avond ga ik een video filmen, een mukbang. En moet ik me voorbereiden voor een les van morgen. Misschien dat ik dat vanmiddag ook al kan doen. Maar dit is dan mijn dagindeling. Omdat mijn taken nu niet alleen in mijn hoofd rondzweven, maar ook op papier, weet ik gewoon waar ik aan toe ben. En als ik eind van de dag dit allemaal kan afvinken, dan voelt dat natuurlijk ook fijn. En dan loop je niet achter. Want stel, ik zou me niet voorbereiden voor de les van morgen. Ja, dan loop ik al gelijk achter, weet je. En dan raak je gedemotiveerd. Het is beginmiddag en ik had net mijn call afgerond en we hadden al een beetje aan de opdracht gewerkt. En ik ga vanmiddag dat verder uitwerken. En dan ga ik de rest van mijn middag to-do-lijst afwerken. Ik hoop dat ik alles kan doen. Ik denk het zelf niet. Maar we gaan het gewoon zien. Ik ga even lunch maken en dan ga ik even chillen. En dan gaan we weer verder met de dag. Dit hebben we voor lunch. Ik had nog wat patat over. Ik denk dat dit niet genoeg is. Maar dit is een deel wat we gaan eten. Ik heb hier dus patat en wat paprika poeder overheen gedaan. En Zaanse mayo, komkommertjes erbij. En dit is voor Richie. Het verschil hoe ik mijn saus eet versus hoe hij, denk ik, zijn saus wil. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb het gewoon zo gedaan. Oh, het ziet er op zich wel goed uit. Smakelijk. Dank je. Zoals jullie waarschijnlijk weten, gebruik ik mijn desktop computer en mijn laptop allebei. Het ligt eraan waar ik zin in heb. Mijn laptop is sowieso voor school als ik naar colleges ga. Maar ja, nu thuis is dat een ander geval. Maar ik edit hier ook mijn video's op. Maar ik vind het gewoon fijn om af te wisselen. De ene keer groot scherm en de andere keer gewoon op mijn laptop. En daarentegen is het ook heel handig om met twee schermen te werken. Anders moet ik elke keer van tabblad naar tabblad en nu kan ik gewoon leuk met twee schermen werken. Het is inmiddels later op de middag en to be honest heb ik mijn to-do-lijst niet helemaal af kunnen werken. Ik ga vanavond weer verder aan school. Echt, de dag vliegt voorbij. Opeens is het einde dag dat ik denk van, oh, ik heb nog zat te doen. Maar hey, hoe gaat het met Rits? Hoe is jouw dag? Ja, school. Dus. Ja, we hebben vandaag gewoon onze eigen dingen gedaan. Straks gaan we samen eten. Maar op een bepaalde soort manier. Het is bijzonder, want ja, bijzonder. Het is gewoon, het ligt niet in ons handen. Dat is het. Nou, ik ga het even uitleggen. Chanou en ik hebben besloten om elkaars eten te bestellen voor de avond. Dus zij is gewoon thuis bij haar. En wij zijn hier. Dus we gaan voor elkaar wat bestellen. En dan gaan we dat filmen voor een video. Ik weet niet welke video er online komt. Maar ja, dus we krijgen een verrassingsmaaltijd.
geen idee wat het kan zijn. Ik ben heel excited. Ik vind het spannend, maar ik vind het ook wel heel erg leuk. Dus binnen een uurtje komt ons diner en dan gaan we dat filmen. Ja, ik vind dit denk ik misschien wel leuker dan een normale mukbang, want dan weet je wat je hebt besteld en dan ga je een beetje kletsen voor de camera. Maar dit is gewoon een hele ander soort video. Wel een mukbang, maar met een andere insteek. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hallo, het is inmiddels avond. Of nou ja, rond een uur of 7:30, 8:00. Ik ben even in bed gaan liggen, want ik begon hoofdpijn te krijgen. En ik ben gewoon moe. Het filmen van de video en het avondeten was zeer geslaagd. Dat was zo ontzettend lekker. Deze dag loopt een beetje anders dan gepland. Ik had verwacht dat ik veel meer aan school zou doen vandaag. Maar ik schuif het gewoon op naar de volgende dag. Daarom probeer ik wel gewoon elke dag zoveel mogelijk af te krijgen. En als iets niet lukt, ja, dan lukt het niet. Dan ga ik ook niet heel streng zijn van, dan moet het nu af. Weet je, ik heb nu liever dat ik even ga rusten. Dan dat ik nu iets ga doen waar ik helemaal niet mijn focus op heb. Dus tot morgen wel. Morgen weer een dag. Morgen heb ik maar 1 uur les. En dan kan ik de rest van de dag ook nog allemaal dingen doen. Dus dat is wel fijn. Deze avond ziet er voor mij nog als volgt eruit. Ik ga nog even chillen en ik ga de les voor morgen voorbereiden. Want dat is wel noodzakelijk. En deze twee punten die ga ik verplaatsen naar morgen of overmorgen. Ik heb morgenochtend sowieso les. En voor de rest moet ik even kijken hoe ik de ochtend ga indelen. En in de middag heb ik een Skype sessie. En ga ik ook nog wat andere dingen doen. Dus hier ga ik nu even mee aan de slag. Maar ik kan het ook even morgen verder afmaken. Door met een planning te werken heb ik wel echt een houvast. Dus dat vind ik heel erg prettig. Maar aan de ene kant vind ik het wel jammer als ik mijn planning niet helemaal af kan werken. Maar ja, soms is het gewoon niet te doen. Vroeger was ik wel echt de persoon van gaan, gaan, gaan. En niet even rust nemen. En nu denk ik, ja, ik heb best wel een productieve dag gehad. Ik mag nu wel ook even chillen om mezelf op te laden. Dus dat ga ik doen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En leuk vonden om met mij een dagje te spenderen. Mochten jullie dit vaak willen zien, laat het maar weten. Ja, ik heb echt het gevoel dat elke dag een beetje hetzelfde eruit ziet. Maar toch weer niet, maar toch weer wel. Misschien kan ik ook een keer echt een werkdag filmen. Dat ik content maak, video's bewerk, video's film. Dat ik jullie daar echt meeneem in het proces. Maar vaak combineer ik verschillende werkzaamheden op een dag. Dus dan doe ik een beetje aan school, doe ik een beetje aan YouTube. Maar stel ik zou echt een complete werkdag hebben, dan denk ik dat het ook wel leuk is om dat vast te leggen. Mochten jullie andere suggesties hebben wat jullie graag bij mij op een dag willen zien, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. En laat ook vooral weten hoe jij gemotiveerd blijft voor school. Nou, hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!